Ik ben kaasmaker omdat ik echte kaas wil maken. Eigenlijk is kaas melk die je heel lang kan bewaren. Dat is in essentie kaas. Je haalt eigenlijk het water uit melk. En dat doe je door melk te stremmen en het aan te zuren. Kaas maken is eigenlijk alleen maar schoonmaken, schoonmaken, schoonmaken en een heel klein beetje kaas maken. Dit is bijna 800 liter voor 80 kilo kaas. Ik denk 6 kazen van 15 kilo. Hij is nu 20 graden. Hij moet nog naar 32, duurt nog even. Het is vrij veel melk, dus het duurt wel 20 minuten denk ik. Ja, om kaas te maken moet je vrij precies zijn en secuur en op tijd kunnen werken. En als je dat niet bent, dan moet je daar wat hulpmiddelen voor gebruiken. Als een eierwekkertje. Maar het moment waarop je gaat snijden, moet je echt op gevoel beoordelen. En je kijkt hoe dit breekt. De wrongel die is nog best wel grof en daardoor moet je steeds intensiever gaan snijden om die stukjes kleiner te krijgen. Ik denk dat er in zo'n kaas, er zit daar melk in. 130, 140 liter. Ik denk dat er wel per kaas wel 3 uur werk in zit. Koeienmelk, kaas maken, verzorgen, poetsen, gras maaien. Hoort er ook bij natuurlijk. Lekker. Ja, prachtig dat oude ambacht van kaas maken. En gelukkig tegenwoordig niet meer alleen voorbehouden aan de ambachtslieden zoals Michiel. Want Lisette, jij hebt een hele zuivelset gemaakt waardoor mensen thuis ook kaas kunnen gaan maken, toch? Klopt, ja. Dat is mijn afstudeerproject. En het begint eigenlijk met dat je boter kunt maken. Maar daarna komt dat je van de rest van de melk kaas en kwark kunt maken. En wat je overhoudt, dat gebruik je weer in brood en in een weidrankje. Yeah. Maar over kaas, daar zal ik iets over laten zien. Ja, want dan kom jij zelf van een boerenbedrijf, hè? Klopt. Ja. Melkveebedrijf, en daar ging alles naar de fabriek toe. Hoe kom jij er dan zo bij om toch weer dat hele oude ambacht terug te brengen? Nou, blijkbaar zit het toch in mijn roots dan blijkbaar. Maar het begon eigenlijk, ik vind het altijd leuk om iets van vroeger terug te halen. En bij ontwerpen is het fijn als je kijkt naar functionele producten. En rondom eten is het altijd functioneel. Dus ik denk dat die dingen bij elkaar hebben ervoor gezorgd dat ik dat zuivel weer heb opgepakt. Oké, nou je hebt een deel van je set meegenomen. Laat even zien wat het is. Nou, dit is dan om je eigen kaas te maken. Ja. Je hebt eerst de wrongel gesneden met deze, ja, met in kleine stukjes. Dus de wrongel komt dan los van de wei. En die wrongel die moet je persen tot je eigen kaas. Dus ik heb eigenlijk gewoon van beton mijn eigen pers gemaakt. Oh, wat en mooi. RVS. Eerst heb je 1 schijf nodig, half gewicht. En daarna voeg je de 2e schijf toe. Ja. Dus hierin kun je je eigen kaasje persen. Ja, dit is zo'n kaasje hoe die er dan uitkomt. Deze heeft 2 weken gerijpt. Nu is het eerst nog de plastic laag, maar daaronder zit natuurlijk de verse kaas. Oh, oké, nou ja, super. Dus binnenkort kan iedereen thuis lekker kaas, kwark, boter, de hele riedel maken. Ja. Geweldig. Lekker, hè? Nee, lekker. 1 kilo kaas.